Bedrijven zorgen in ons land voor werk. Wie werk zegt, zegt welvaart. Wie werkt, zorgt ervoor dat zijn of haar gezin geld heeft om te kunnen leven. Wie werkt, betaalt ook belastingen. Deze belastingen helpen ons aan meer welvaart in onze maatschappij. Bijvoorbeeld door beter onderwijs, betere wegen en infrastructuur, politiewerking enzovoort. Wie voor een bedrijf werkt dat veel goederen exporteert zorgt er mee voor dat er geld vanuit het buitenland naar hier komt. Dat is geld dat we hard nodig hebben, want onze eigen macht is te klein om onze levensstandaard te kunnen onderhouden. Dus moeten onze bedrijven zowel in het binnenland als in het buitenland kunnen verkopen. Bij verkopen speelt de prijs vaak een belangrijke rol. Kopers willen al te vaak producten aan de laagste prijs kopen. En om die prijs te kunnen aanbieden, moeten producten flexibel ontworpen en efficiënt geproduceerd kunnen worden. Als klanten kiezen voor een product van een Belgisch bedrijf, dan kunnen mensen hier aan het werk. Zo niet, gaat het werk naar anderen in het buitenland. In ons land moet er nog veel gebeuren om onze concurrentiepositie te verbeteren. Vandaag kost het te veel om hier te blijven produceren. Dat komt door hoge loonkosten, een hoge belastingsdruk. En door een gebrek aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Recent kwam daar nog een ander probleem bij. Bedrijven hebben het alsmaar moeilijker om geschikte werkkrachten te vinden. Tegelijkertijd zijn te weinig mensen actief op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld omdat ze werkloos zijn of, soms heel vroeg, met pensioen gaan. Kortom, we moeten ervoor zorgen dat onze bedrijven hun producten en diensten aan een competitieve prijs kunnen aanbieden om contracten te winnen. En dus voor werkgelegenheid te zorgen. Om dat mogelijk te maken, moeten de loonkosten naar beneden, de manier van werken flexibeler en moeten meer mensen actief deelnemen aan de arbeidsmarkt. Wil je hier meer over weten? Lees dan alles over competitiviteit op deze website.